welkom voor de dag van de architectuur voor het gebouw in Haarlem. Mijn naam is Diederik Dam van Dam & Partners Architecten. We hebben een gebouw ontworpen, Silva, voor Wonam, wat nu momenteel gebouwd wordt in Haarlem in Schalkwoud. Jullie zien hier Schalkwoud. Dat is een deel in Schalkwijk waar met een heel mooi plan eigenlijk van Christian Koreman van ZUS uit Rotterdam. ZUS staat voor Zone Urbaine Sensible, dus heel gevoelig plan met heel veel bomen bedacht. En het is een plek waar nu heel veel gewerkt wordt en waar straks ook heel veel gewoond wordt. En het wordt heel aardig gemaakt dat er heel veel bomen tussen alle gebouwen staan. Nou, het leuke is dat ons gebouw wordt al momenteel gebouwd. En dat wordt uiteindelijk een woongebouw met ook nog andere gebruiksfuncties op de begane grond. Een T-vormig gebouw, enerzijds aan de Europa Boulevard, maar met verschillende kanten eigenlijk in het groen naar alle kanten. Het gebouw maakt juist minder gebruik eigenlijk van de grond, zodat er zoveel mogelijk bomen omheen en op de daken kunnen staan. Vandaar dat we een gebouw hebben bedacht waarbij we niet alleen dat met verschillende hoogtes maken, maar eigenlijk door niveauverschillen te maken, door een wisselend beeld van drie geschakelde volumes ontstaat met allerlei dakterrassen voor alle bewoners met groen erop. En het groen gaat dan niet alleen eigenlijk over het gebouw heen, maar eigenlijk door het gebouw heen. En zit een hele mooie vierde in het midden, zodat die mensen eigenlijk ook met een klein atrium met elkaar verbonden zijn, waardoor je straks fijn woont in het groen, in Schalkwoud, in Silva. Dank jullie wel.